Hey, hallo iedereen. Wat fijn dat je kijkt vandaag naar deze parel. En die gaat over draagt elkaars lasten. Weet je, als klein meisje liep ik regelmatig al met de collectebus. Dat begon hier in Groningen met een busje voor zending op Zumba. Ik had geen idee waar Zumba lag, maar ik ging langs bij de mensen van de kerk en die deden de wat in. Later ...liep ik met een busje van, ja je gelooft het niet, draagt elkaars lasten. Dan belde ik aan bij een bovenwoning hier in de stad en er werd die deur opengetrokken met een touw... ...en ik zag in dat scheme, donker daar een hoofd en ik zei dapper, collecte draagt elkaars lasten. En er werd echt goed gegeven, dat weet ik nog heel goed. Later bracht ik ook nog het blad De Goede Tijding rond... Ja, en ik moet er wel eens om lachen, want dan denk ik, je zou kunnen zeggen dat deze jeugdige acties van mij al bijna profetisch waren. Want later heb ik vaak naar lasten van mensen geluisterd in pastoraat. Ja, en de goede tijding, die breng ik ook nog steeds, ook nu nog. Maar het gaat over draag elkaars lasten. Wij vinden dat in Galaten 6, vers 2. Paulus heeft in Gelaten 5 net duidelijk gemaakt hoe het leven is door de kracht van de Heilige Geest. En in Gelaten 6 hier lezen we verder over de uitwerking van de Heilige Geest in ons leven en hoe de Geest vrijheid geeft. Ik ga het even met jullie lezen. Broeders en zusters, wanneer u merkt. Dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op de rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Ja, dit eerste vers gaat over het toepassen van de vrucht van zachtmoedigheid. Om elkaar vanuit een vriendelijke, zachte houding te helpen, te bemoedigen. En ook als iemand in de fout gaat, dat we dan niet veroordelend zijn, maar erbij nadenken dat we zelf ook zwakke mensen zijn, die allemaal beperkingen hebben en fouten kunnen maken. Maar dat we elkaar dan ook niet hoeven te veroordelen, maar elkaar kunnen helpen om samen Jezus te volgen. Dat we samen verantwoordelijk voor elkaar zijn om telkens weer met God verder te gaan. Ik vind dat zo mooi. En dan zegt Paulus: Zo leef je de wet van Christus na. Er is een heel groot verschil van voor je bekering en na je bekering. We horen dat ook zo prachtig weer in de doopdiensten, in de getuigenissen die geweest zijn en de getuigenissen die je hoop ik ook gedeeld hebt binnen je community of met iemand anders. Dan weet je dat je leven veranderd is door de ontmoeting met de Heer Jezus. En zo mogen wij gewoon ook verlangen om samen Gods wil te doen en samen om te zien in liefde naar elkaar. Ik wil drie voorbeelden uit de Bijbel noemen. Waarin verantwoordelijkheid voor elkaar wordt genomen, om elkaars lasten te dragen en elkaar te ondersteunen in het leven. En ik noem dan drie L's, niet drie keer ik, maar drie keer de letter L. In leiderschap, in leren strijden voor elkaar en in lijden. In leiderschap, dan zien we het eerste voorbeeld in nummer 11 waar Mozes het heel zwaar vindt om het volk verder te leiden in zijn eentje. En dan vraagt hij God en God antwoordt hem en die zegt... Mozes, je moet zeventig oudsten naast je aanstellen. Die moeten jou helpen in je bediening voor dit volk. En dat doet hij. In, wat leren we hiervan? In leiderschap heb je de verantwoordelijkheid... en het voorrecht ook om elkaar te ondersteunen... om elkaar steeds weer te bemoedigen... En ook voor ons om voor onze leiders te bidden. Dus zodat ze in eenheid ons, de gemeente, mogen dienen. Wat zou mooi zijn als wij daarin gaan groeien. Als leiders en ook als gemeenteleden, als gasten, dat wij bidden voor de leiders. Dus in leiderschap kunnen we elkaars lasten dragen, ondersteunen. Dan als tweede. Leren strijden in gebed voor elkaar. In Exodus 17 lees je de strijd die het volk Israël voert met het volk van Amalek. En het is wel bekend, dan staat Mozes daar op die heuveltop met opgeheven handen te bidden, de geestelijke strijd aan te gaan. En zijn armen worden moe en zijn broeders aan Aaron en Goer, die ondersteunen hem, zodat. Al strijdend en biddend en de handen geheven naar de hemel, de overwinning over de vijand wordt behaald. Wat een prachtig beeld van geestelijke strijd en geestelijke overwinning door gebed. En weet je, dat is ook zo mooi dat wij dat mogen doen. Wij hebben ook die verantwoordelijkheid. We mogen meebidden met elkaar. We hebben niet voor niks een online gebedschaal. Waarin je noden kunt geven. Je kunt voor een ander op de bres gaan staan in gebed. Als je weet dat er echt strijd is om Jezus te volgen, of als er heel veel moeite is, dan kun je gaan strijden in gebed voor iemand. Ik ben zelf zo dankbaar dat ik ook in mijn leven wel mensen heb gevraagd om gebed. En dat ik weet ze gingen strijden zodat ik de overwinning kon behalen, zodat ik door kon gaan met het blijven zien op Jezus door alles heen. Dus. Leren strijden in gebed voor elkaar. En de laatste L, ook in lijden elkaars lasten dragen. Denk eens aan de vier vrienden uit Marcus 2. Die hebben er alles voor over om hun lijdende, verlamde broer naar Jezus te brengen. Op een brancard gaan ze met hem op een brankaar, gaan ze dat dak op en ze gaan dat dak openmaken. Het is een prachtig beeld. En dan door dat dak heen laten ze hem zakken vlak voor de voeten van Jezus. En dat beeld is gewoon in lijden naast elkaar staan, om elkaar in lijden serieus te nemen. Niet gelijk de oplossing, ja, de oplossing is iemand echt bij Jezus brengen, want die kan aanraken. Maar het is zo belangrijk in lijden elkaars lasten te dragen. door naast elkaar te staan, te luisteren, te zitten. te erkennen dat het leven soms gewoon moeilijk kan zijn. Oh, wat is het mooi als we zo ook elkaars lasten meer mogen leren dragen. En ik vind het ook bijzonder dat we telkens weer lezen, ook in de gebedsmeel die rondgaat: dat mensen ervaren dat er voor hun gebeden wordt. Als het moeilijk is, als de pijn is, dat ze de vrede van God ervaren. Een ander iets van elkaars lasten dragen. is ook dat het niet een te zware last voor onszelf moet worden. God sprak een keer tegen mij over Matthäus 11, waar hij zegt: Kom tot mij als jij vermoeid en belast bent. En ik wil jou rust geven. En ik merkte zelf dat ik meer moest leren om te helpen vanuit de rust. Vanuit Jezus, dat ik alles ook weer bij Hem terug mocht brengen. Het is een voorrecht om zo naast elkaar te staan. En wat is dat prachtig om zo als gemeente samen op te trekken. Als broers en zussen, zo elkaar liefde van Jezus mogen betonen. Ik ben heel benieuwd wie God op jouw weg brengt deze week om te bemoedigen, om deze dingen toe te passen, om naast elkaar te staan. In leiderschap, in leren strijden en in lijden. Ga je ook letten op wat de Heer je laat zien? De collectebus bracht geld op. Maar investeren in het leven van elkaar, dat heeft eeuwigheidswaarde. Ik moest denken aan een heel bekend oud lied. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Ik bid jou een waardevol leven in zorg voor anderen toe. God zegen. Amen.